Verhuizen op Schagen. Echt alles voor jouw verhuizing. Ja, het stormt alweer behoorlijk. Dus ja, we doen er niks aan. Paviljoenhouders in Callantsoog willen extra zand voor het strand. Na drie flinke stormen is er nog maar weinig over van de laatste zandsuppletie. Vincent Vos van Strandpaviljoen Toco hoopt dat Rijkswaterstaat het strand nog komt ophogen voor het zomerseizoen. Ja, het zand ligt op het ogenblik allemaal in zee. Je kan het hier ook eigenlijk best wel vrij goed zien, want je ziet een dubbele golfbreker. En ja, het is jammer dat het nu van het strand af is, maar op zich is het voor de veiligheid van Nederland niet echt een probleem. Ja, maar voor je toeristen, voor je gasten? Ja, voor de toeristen is het wel lastig. Als dit door zou zetten, zou het inderdaad een heel smal strand worden. Maar over het algemeen krijgen we wel weer een periode met oostenwind. En dan komt er automatisch wel weer wat zand uit het zee vandaan. En dan bouwt het weer langzaam op en heb je toch weer een klein beetje strand. Vincent filmde afgelopen weekenden nog hoe de zee het zand wegslaat bij zijn paviljoen. Voor de mensen die hier binnen zitten, die kijken zo, hebben het idee dat ze in een bootje zitten. Ja, op zich is dat ook wel leuk. Ja, maar toch maak je wel een beetje zorgen over het. Uiteraard, ja. Ik hoop ook dat Rijkswaterstaat niet te lang wacht met weer een nieuwe suppletie. Het voordeel van nu een suppletie uitvoeren zou zijn dat je eigenlijk een dubbele hebt, waardoor de vooroever en de normale suppletie met elkaar in verbinding staan, waardoor het langer blijft liggen. Maar ik ben bang dat we pas weer in 2021, 2022 weer aan de beurt zijn. Dus ik ben bang dat het nog wel even zal duren. Het is niet anders.